Hoi, mijn naam is Marco. In deze les gaan we je IT-band opzoeken. En die kan best wel eens stijf en kort worden bij hardlopers en wielrenners. Wat heb je nodig in deze video? Een yogaband of een broekriem of een theedoek kan je ervoor gebruiken. En een stevig kussen. Wil je me helpen en supporten op dit YouTube-kanaal? Dat kan helemaal gratis. Als je hier gratis abonneert en op het belletje drukt, dan krijg je een notificatie als ik een nieuwe video plaats. Nou, leg iemand neer. Rol hem uit en laten we beginnen. Nou, kom lekker zitten op je mat en plaats dan beide voetzolen tegen elkaar. Maak van je benen een ruit. En wat ik altijd doe is dat ik mijn zitbotten een klein beetje naar achteren loop. Je kan je voeten iets dichterbij doen of iets verder van je af, wat jij comfortabel vindt. We gaan ook voorover buigen. Je laat je knieën en laat je naar buiten vallen. Dus je maakt van je benen eruit. En ontspan dan ook je armen. Buig dan rustig voorover. Ontspan je nek, je schouders. Mooie heupopener om te beginnen. We gaan eerst de binnenkant van je bovenbenen oprekken. En daarna gaan we de buitenkant van je bovenbenen opzoeken, je IT-band. En die IT-band is ervoor bedoeld om ook zijwaarts te kunnen uitstappen. En zoals ik al zei in de intro, mogelijk dat die te stijf wordt voor je en je heupen te stijf worden. En dan kun je deze oefeningen doen om gewoon weer soepeler te worden rondom je heup. En dan kom je langzaam omhoog. En dan plaats je je linkervoet op de mat. Je laat je rechterknie nog even naar buiten. Je plaats je kussen aan de zijkant van je lichaam. En leg je die linkervoet aan de zijkant van je linkerheup. Die rechter scheenbeen die is parallel aan de voorkant van de mat. En dan draai je je lichaam en dan kom je lekker liggen op dat kussen. En je kan je gezicht aan de rechter of linkerzij kan doen van het kussen. En dan kom je langzaam omhoog. Dan plaats je weer beide voetzolen tegen elkaar. En kom dan weer rustig in die butterfly.
Kom je omhoog en dan plaats je dat kussen aan de linkerzijkant van je heup. Je rechtervoet op de mat. Pak je rechter enkel. Je legt die linker enkel aan de rechterzijkant van je heup. Je linker scheenbeen parallel aan de voorkant van je mat. Je draait je torso. En dan kom je rustig lekker liggen op dat kussen. En dan kom je langzaam omhoog en dan kom je liggen op je rug. Ja, dat kussen haal je weg. Beide voeten op de mat. En trek dan even je knieën naar je borst toe. Misschien een draaiende beweging. Lekker voor die onderrug. Plaats je beide voeten op de mat en dan pak je die riem. Je rechterknie die komt naar je toe en dan doe je die theedoek of die handdoek of die broekriem of een yoga riem doe je om je voet en dan strek je langzaam dat rechterbeen. Flex dan je voet, dus je tenen die komen naar je toe en dan strek je je linkerbeen. Dan kan je linkerarm kun je uitstrekken als je wil of je linkerarm langs je lichaam houden. En kijk gewoon tot hoe ver je kan komen. Hè? Dan wil je knie een beetje gebogen houden, is het helemaal prima. En overstrek trouwens niet je knie. Laat er altijd een klein knikje in. En dan gaan we nu je IT-band opzoeken. Je plaats je linkervoet weer op de mat. En dan pak je met je linkerhand je rechter theedoek of band of yoga band. Dan til je heup op, die leg je aan de rechterzijkant van de mat. En dan strek je je linkerbeen weer, dan gaat die rechterbeen gaat helemaal naar links. Totdat die op de grond ligt. En dan strek je je rechterarm. Als die rechterarm nu blijft zweven, dat kan. Hè, dus dat die schouder niet op de grond komt. Leg dan je rechterarm op een kussen of een blok. En kijk dan over je rechterschouder. Thank you.
En dan buig je je rechterknie. Dan haal je die band haal je eraf. Kom je op je rug kom je liggen. Breng je even je knieën naar je borst toe. Trek je aan je knieën. En misschien wil je dat blok aan de linkerzijde leggen. Gaan we dit andere been doen. Dan breng je je linkerknie breng je naar je borst toe. Doe rustig die band eromheen. En strek dan dat linkerbeen, overstrek die knie niet. En strek dan rustig je rechterbeen. Dat is ook een hele mooie oefening om je hamstrings op te trekken. Is de achterzijde van je bovenbeen. Ook die wordt vrij strak en krap bij je hardlopers. Breng vervolgens je rechtervoet op de mat. En kom je wat meer met je heup aan de linkerzijkant van je mat liggen. Dan pak je met je rechterhand die band of die handdoek. En dan heel rustig strek je dat rechterbeen en gaat je rechtervoet helemaal naar rechts. En als je schouder van de grond komt, leg dan onder een blok je arm. Buig je linkerknie, haal je die band er vanaf, kom je weer liggen op je rug. Breng je knieën weer naar je borst toe. Dan gaan we weer een houding doen, weer voor die IT-band. Beide voeten op de mat. En breng je rechterbovenbeen breng je op je linkerbovenbeen. Strek je beide armen strek je naar de zijkant uit. Til je weer die heup op. En die heup leg je meer aan de linkerzijkant van de mat. En dan heel langzaam gaan de knieën naar rechts toe. En dan breng je gezicht over je linkerschouder. Thank you.
doe je knieën komen weer omhoog. Beide voeten op de mat. Breng die knieën dan even naar je toe. Trek dan weer even aan je knieën. Plaats je beide voeten op de mat. Dan gaat je linkerbovenbeen op je rechterbovenbeen. Spreid je armen naar de zijkant uit. Til je heup op. Breng je heup meer aan de rechterzijkant van de mat. En dan heel rustig gaan de knieën gaan naar links. En kijk je over je rechterschouder. En dan kom je rustig, kom in omhoog, trek je die knieën, trek je nog even naar je toe. En dan gaan we naar de laatste houding en dat is Savasana. Je liggen op je rug en voelen wat het te voelen valt in je heup. En natuurlijk in die IT-band, hè, dat is de zijkant van je bovenbenen. Misschien voel je het wel op een andere plek. Misschien bij je onderrug. Doe je ogen even dicht. Even navoelen.
En dan breng je rustig beide voeten op de mat. Dan kom je naar een zittende houding. En dan wil ik jullie weer bedanken. Beter gezegd, dan wil ik jou bedanken voor het volgen van deze les. Vond je dit een fijne les? Laat dan even een duimpje achter. En heb je vragen, kan je hieronder natuurlijk altijd de vragen aan mij stellen. Namaste.